Zijn er mensen in de Tweede Kamer die tegen de LHBTI plus community zijn? Hoe was het voor jou om homo te zijn terwijl je nog in de kast zat? Hadden mensen het door? Werd je ongepest of werd je überhaupt gepest hier op het UC? Leerlingen van het UdeS College bestookten Rob Jetten donderdag met vragen. Die gingen over de politiek, maar ook over hoe je jezelf kunt zijn in het werkveld als je bijvoorbeeld homoseksueel bent. Ja, ik vind het echt super tof om op mijn oude school weer terug te zijn. En met leerlingen van het UdeS College in gesprek te gaan over hoe het nu is om als LHBTI'er hier op school te zitten. Rob Jetten is zelf homoseksueel en was daarom uitgenodigd door de GSA. Een club die zich inzet voor de LHBTI-community op de school. Hij is ook openlijk homo en hij is ook echt niet bang om daarover te vertellen. Dus wij vonden dat wel echt een goed voorbeeld hebben. En het helpt ook wel gewoon dat hij hier op school zat. Want dat geeft zeg maar toch nog meer het gevoel dat ook mensen die super ver dan lijken in de Tweede Kamer dan ook echt nog gewoon normale mensen zijn dan. Er waren net ook gewoon mensen die gingen kijken. En die ook wel dacht van, is wel iemand belangrijk, wat komt diegene hier doen? En dat ze dan daarom zich ook een beetje gaan inleven erin en misschien ook wel meer te weten komen. En ook meer acceptatie gaan laten zien eigenlijk, laten horen. De leerlingen waren benieuwd hoe de minister zelf uit de kast is gekomen. Dat was in zijn tijd, naar eigen zeggen, nog een stukje lastiger dan nu. Toen werd er eigenlijk veel minder over gesproken. Werd heel veel gescholden nog met homo en flikker. En er was eigenlijk helemaal niemand echt openlijk uit de kast. Dus het verschil met nu is groot. En ik deed echt enorm mijn best om altijd een vriendinnetje te hebben. Dat lukte ook, maar dat was een soort van dekmantel van ergens ook wel de hoop van als ik een leuke vriendin heb, dan word ik misschien ooit wel echt verliefd op haar en dan gaat het weg. Een van de leerlingen vertelde dat acceptatie ook nu nog soms ver te zoeken is, maar dat zij wel altijd voor anderen probeert op te komen. Dat kon op veel lof van de minister rekenen. En hij zei nog iets tegen jou. Ja, dat ik sterk was en dat ik wel ver zou komen. Ik vind dat wel fijn om te horen, want ik worstel zelf ook wel eens met van die dingen dat ik gewoon denk, waarom zit ik hier nou weer mee? En dat is gewoon, dat voel je gewoon niet fijn bij. En dan als je dat zoiets van iemand zoiets die het hele land wel kent, en dat je dan zoiets krijgt te horen, dat is wel heel fijn om te horen. Geweldig dat er hier nu zo'n GSA-netwerk is om leerlingen, waar leerlingen ook elkaar steunen. Maar er is ook wel nog veel werk aan de winkel, heb ik vandaag wel ontdekt. Maar ik hoop ook dat zij zien dat als je uit de kast komt of dat je misschien niet helemaal in alle hokjes past, dat je dan ook gewoon kan gaan doen en laten wat je wil en alles kan bereiken in het leven. En ik hoop dat ik daarmee ook een beetje inspiratie terug heb kunnen geven.